En professor dermatoloog Rudy Layafat, die op 17 februari overleed, is vandaag met staatseer begraven. De uitvaartdienst is gehouden in de Sint-Petrus en Paulus-kathedraal. In leven heeft Layafat ruim 30 jaren zijn krachten gegeven aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ook heeft hij gewerkt in het Sint-Vincentius Ziekenhuis en is hij lid geweest van het bestuur van het Medisch Wetenschappelijk Instituut. Het overlijden van Layafat is een groot verlies voor de medische wereld. De minister van Volksgezondheid erkende op de onlangs gehouden persconferentie het goede werk dat professor Layafat heeft verricht. Volgens de minister is hij een topper geweest binnen de healthcare. Na de uitvaartdienst is Layafat in besloten kring ten grave gedragen.